Hoi allemaal, welkom terug. Weer een vlog vandaag. Nu is geen oranje vlog, maar een grijze. Tenminste, dat is de outfit die ik aan heb. Maar het heeft niks met de kleur grijs te maken, deze vlog. Ik wil wel even het shirtje heel even een klein stukje laten zien. Hebben jullie hem al gezien in de winkels? Hartstikke leuk. Het is van Only. Het staat op I Love Sex in the City. Dat hadden jullie misschien al gezien. Leuk shirtje. Ik heb hem ook in het wit. Want ja, ik kon hem echt niet laten liggen als echte fan. Maar daar gaat deze vlog natuurlijk helemaal niet over. Er zijn een aantal dingen die ik even wil vertellen en ook laten zien. En ik begin, want anders vergeet ik het weer, met het verzoek eigenlijk. Een verzoekje had iemand. Hoe breng ik nou crème bronzer of cream bronzer of nou ja, een zeg maar een beetje crème-achtig bronzer aan? Nou heb ik twee producten om dat te laten zien. En dat is die van MAC, de To The Beach Cream Bronzer. Dit is de kleur Weekend. En eenzelfde soort product eigenlijk, wat ja, gewoon heel erg veel op lijkt, is de Lise Minute van Clarins. En die kun je ook vinden in de zomercollectie van Clarins. De Instant Sunlight. En deze is dus uit de To The Beach collectie. Het zijn eigenlijk vrijwel identieke producten. Natuurlijk even wat verschillend qua kleur. Ik ga het even laten zien met de Clarins bronzer. Wat ik doe, ik heb een Sigma. De Sigma SS197-197. Het is dus een platte kabuki van ja, synthetisch haar. En wat die mooi doet, is dat hij zeg maar het product goed verdeelt. En niet gelijk te veel ervan opbrengt. Nou, je moet best wat opnemen. Anders zie je eigenlijk nog geen kleur. Maar je voelt het wel. Ik vind een cream bronzer zoals deze het mooist op mijn wangen. En niet te veel aan de zijkant van mijn gezicht. Misschien wel een beetje hier. Nou, vervolgens kun je hem zeg maar qua kleur best een beetje opbouwen. En het is ook maar net wat voor shimmer je wil. Je kunt deze dus met draaiende bewegingen mooi zeg maar in de huid blenden. En zo kun je hem ook eventueel op je voorhoofd of langs de zijkant van je gezicht. Of desnoods, kijk je ondertussen even in de spiegel. Of desnoods ook nog over je neusrug. Kan ook nog, maar omdat hij best wel een beetje glimt, moet je ook weer niet te veel opbrengen. Het is in ieder geval een product waar je best zuinig mee doet. En zeker in combinatie met een soortgelijke kwast is het echt heel erg prettig. Dus een beetje een platte kwast. En dat mag ook wel eentje van echte haren zijn. Maar dat is voor mij de meest ideale. Zorg niet dat je te veel gaat strepen. Maar door echt op de huid te zetten en vervolgens zeg maar rond te draaien en in de huid te draaien. Zo breng ik in ieder geval cream bronzer aan. Nou, dan hoop ik maar dat jullie er ook iets aan hebben. De Sigma brushes, de Sigma kwasten, zoals ze ook wel gewoon heten in het Nederlands. Die kun je trouwens bestellen in Nederland gewoon, hè, bij Boozy Shop. Dat is natuurlijk wel heel handig. Je kunt ze ook in Engeland of in Amerika rechtstreeks bestellen. Maar bij Boozy Shop vind je ook een flink aantal losse kwasten. Dus dat is ook leuk. Wat heb je nog meer bij Boozy Shop? En niet alleen bij Boozy Shop. Je hebt ze namelijk ook bij een hele leuke Belgische webshop. Dus woon je in België, dan kan ik je de webshop beautyqueen.be aanraden. Ik zal de link hieronder in het informatiekolommetje zetten. En daar verkopen ze onder andere samen met Boozy Shop ook de Essie-lakjes van de zomercollectie. En de zomercollectie bestaat uit 6 kleurtjes. Dat is natuurlijk niet handig. Die heb ik nu allemaal binnen. Ik heb ze van de week al een keertje laten zien op de website. Ik heb hier, als ik even van deze kant links naar rechts, is dit Hot as a Hello. Dit is Demure Vixen. Dit is Pretty Edgy. En dan heb ik hier in mijn hand de Vermillionaire, de Mismatched en de Knockout Pouch. Deze 6 schatjes. Die kun je dus vinden bij Boozy Shop of bij Beauty Queen. Wees er snel bij, want ze zijn zeg maar gelimiteerd. Dus op is op. Dan heb ik nog een heel leuk... wacht even. Ik heb hier een heel doos. Met allemaal spulletjes die ik aan jullie wil laten zien. En dat gaat vast niet allemaal lukken in dit vlogje. Maar goed, ik begin maar gewoon. Deze zijn wel schattig. Die heb ik van de week binnengekregen. En dat zijn de nieuwe geurtjes van Benefit. En Benefit had vorig jaar al deze schattige geurtjes. Tenminste, niet dezelfde natuurlijk, want het zou een beetje raar zijn. Maar die had ook al 3 geurtjes. En die geurtjes zitten in een speciale soort collectie, kun je zeggen. Die collectie die heet Crescent Row. En Crescent Row is een Engelse straat in, volgens mij, Londen.
Ik ben het even helemaal kwijt, maar in ieder geval een straat in Engeland met prachtige huizen. En het idee was dat Crescent Row, dat daar drie meiden woonden die naast elkaar woonden en allemaal verschillend waren. En toch graag ieder een parfum zeg maar hebben gekregen. Nou, dit jaar zijn er weer drie nieuwe uitgekomen. Die blijven gewoon, die bestaan zeg maar naast de andere. Dus The Garden of Good and Eva, een beetje groenig. Looking to Rock Rita. Vrij kleurrijk en So Hooked on Carmella. En het leuke, als ik er even eentje uitpik, is dat je ze dus zo openmaakt. En vervolgens zie je hier het interieur, ook van het huis. En je ziet dat Garden of Good and Eva. Eva houdt waarschijnlijk van heel erg van haar tuin. Heel veel groen. En de geur is ook fris en fruitig en ook wel bloemig. Dat is ze liggen trouwens al in de winkels. In Nederland kun je ze verkopen bij Sephora. Dit is Rita en Rita is kleurrijk. En dat kun je misschien ook zien aan de binnenkant en aan het flesje. En Rita is zoetig en wat kokosnootachtig, tropisch. Kleurrijk zou ik zeggen inderdaad. Looking to Rock Rita. Een heel leuke, fris en een beetje bloemig. Nee, dat zei ik verkeerd. Een beetje zoetig en vrolijk parfum. En dit is So Hooked on Carmella. En voor mij is Carmella wel een beetje stylish. Als ik die zo zie, ook haar interieur is vrij stylish. En volgens mij, ik vind deze toch ook wel vrij kokosnootachtig, moet ik zeggen. Er zouden ook, het is wat sensueler. Dat klopt ook wel. Het is wat warmer, zeg maar, de geur. Maar ze zijn allemaal leuk, dus ga zeker snel kijken. Als je in de buurt van een winkel bent, zeker de moeite waard. En dan heb ik net over jullie, net aan jullie verteld over Beauty Queen. Beauty Queen is die leuke webshop in België. En die heeft namelijk ook een aantal leuke merken die we niet in Nederland kunnen krijgen. En dat is het, onder andere het merk CAT. En CAT, dat is een Engels merk. En het is een merk nagellak. Jullie hebben waarschijnlijk, als jullie Lushes Beauty volgen, al verschillende nagellakjes gezien van het merk. En nu hebben ze ook verzorging voor de handen en de voeten. En dit zijn twee verschillende producten voor de voeten. Dan is dit de Girls Night In, de Exfoliating Foot Rub. Dus dat is een scrub voor de voeten. En dit is de Avocado en Eucalyptus Revitalizing Foot Lotion. Dus dat is een voetlotion. Nou, dat moeten we hebben natuurlijk voor de zomer. Want dan kunnen onze voeten er weer wat lekker fris en fruitig bij staan. Maar ze hebben niet alleen voor de voeten. Nee, ze hebben ook hele leuke dingen voor de handen. En dat zit in deze mooie glimmende potjes. Kijk eens even. En die heten allemaal Miss Rich. Miss Rich. En Miss Rich die heeft een Nail Growth Promoting Balm. Dus dat is zeg maar een balsem die je op je nagels kunt aanbrengen. En je cuticles, dus je nagelriemen. Waardoor ze lekker zacht worden en de nagelgroei zeg maar gestimuleerd wordt. Dit lijkt me ook erg zo interessant. Het Microdermabrasion Hand Renewal. Dus dat is een dermabrasie treatment voor de handen. Die je dus 's avonds kunt doen. En dermabrasie is eigenlijk heel fijn. Een hele fijne scrub. Zo kun je het eigenlijk het beste uitleggen. En dan hebben we ook nog de Overnight Hand Repair Cream with Collagen. Dus dat is een nachtcreme zeg maar voor de handen. Die de handen weer helemaal repareert. Nou, daar houden we wel van. Even kijken. Dan weet ik niet zo goed waarom ik kiezen. Oh ja, hebben jullie... moet ik even laten zien. Ik moet even wegduiken. Dat doe ik wel vaker in een vlog, dus dat is niet zo. Hebben jullie trouwens bij de Body Shop al de Spa Wisdom collectie gezien? En de Spa Wisdom collectie, ik heb er twee producten. En die bestaat uit een kleine collectie die zeg maar gebaseerd is op de spa's van verschillende landen of werelddelen. De bovenste is van de Spa Wisdom collectie Japan. En die bevat abrikozen en rijst. En dit is de Spa Wisdom uit Polynesië. En dit is een hele lekkere body balm met de geur van Monoi. Nou ja, heel lekker. Ze hebben een complete lijn ervan. Allemaal verschillend. Heel bijzonder. Als je een keer bij de Body Shop bent, moet je zeker eens een keer kijken. Dit is gewoon een lekker finishing mist. Dus dit kun je lekker over je make-up heen sprayen bijvoorbeeld. Als je een beetje dat poederige kwijt wil. Heel lekker. En dan heb ik ook nog binnengekregen, dat is ook leuk, die ga ik jullie even laten zien, de nagellakjes van Rituals.
Nou ja, rituals kennen jullie allemaal wel qua make-up en huidverzorging. En die hebben dus ook nagellakjes. En dit zijn ze. Ik heb een basis en een topcoat, een shiny topcoat en een basiscoat en een mooie kleur gekregen. En die kleur, die vond ik wel heel apart, want dat lijkt heel erg op de Chanel Particulier. Dat is een beetje die grijs-bruine kleur die zo heel erg hip was aan het begin van het jaar. Nu op zich ook nog wel is, maar het nieuwtje is er een beetje vanaf. De Rituals nagellakjes zijn heel hard, geloof ik. En even kijken, wat staat er ook bij? Iets van, oh ja, ze zijn bevatten Ruby en Amber. Dus dat betekent dat ze je nagels. En de topcoat, die bevat Ruby en Moonstone. Maansteen. Nou, dat moet je nagels dan goed beschermen. Oh ja, we hebben natuurlijk vorige week de MAC presentatie gehad. En daar kreeg ik de nieuwe Opalash mascara mee van MAC. De Opalash. En de Opalash is vooral een heel groot borsteltje. Het heeft vooral een heel groot borsteltje. En op zich vind ik hem, nou ja, kan er nog niet zo heel erg enthousiast over worden. En vooral, ja, het komt denk ik ook wel een beetje door borsteltje. Want ik vind het wel heel erg groot. Het is voor mij niet echt heel erg geschikt. Ik heb wel vaak heel erg gezegd, volgens mij. Wat ik ook nog binnenkreeg, en dat had ik misschien al getwitterd naar jullie. Dat is de nieuwe collectie van Poepa. En daar kom ik ook nog wel later even op terug. Maar het is misschien even leuk om te zien. Poepa die maakt altijd verschrikkelijk irritante verpakkingen. Maar goed, dat is terzijde. De zomercollectie is dit. En die zit in deze bruine verpakkingen. Waar ik echt een beetje van schrok. Want dat vind ik echt niet mooi. Ja, nou ja goed. Laat maar niet zo heel veel zeggen. Ik vind ze gewoon niet echt prachtig. Dit is de terracotta, de baked bronzing powder. Die er wel heel goed uitziet trouwens. En hij voelt ook lekker zacht aan. Dus dat is volgens mij wel een aanrader. Er waren nog een aantal producten die zeer de moeite waard waren. Tenminste, die zagen er heel mooi uit. Zoals bijvoorbeeld deze oogschaduw. Mooi blauw. En die hebben we ook nog in een beetje groenachtig volgens mij. Ja, zie. Groenachtig. En blauw. Dat zijn de baked eyeshadows die je eigenlijk bij Van Poepa wel vaker ziet. Kijk. Oh ja, en dan vroeg ik me eigenlijk af. Nu moet ik alweer gaan afronden. Ik heb een aantal producten van dit merk. Dat is Decobal. En Decobal, dat is een betaalbaar merk huidverzorging. Wat zich eigenlijk ook nog extra richt op de droge huid. En zowel van het gezicht, maar ook van het lichaam. En ik vroeg me eigenlijk af of jullie het interessant vonden om daar wat meer over te weten. Omdat het ook een merk is wat zeg maar budgettechnisch wat interessant kan zijn voor een heleboel. En ik hoor daar ook goede verhalen over. Dus wat dat er gaat, is het zeker misschien wel de moeite waard. Nou, even kijken. Twee laatste dingetjes. Dat zijn een fijne shampoo en conditioner die ik sinds kort gebruik. Die echt je haar... Ik zal het nu even... Nou ja, ik heb ze vanochtend gewassen. Het is niet zo heel spannend misschien. Maar de Magnified Volume Shampoo en Conditioner. Die je haar echt veel volume geeft. En zeker als je dan ook nog je best doet met een beetje versteviging en feunen. Dan wordt het echt zo'n bos. Nou wil je misschien niet altijd. Het ruikt heel lekker. Kom ik later nog op terug. En dan moeten we natuurlijk in de zomer. Moet je gewoon deze body lotion of douche gel hebben. Dat is die van Dolce & Gabbana. En dan de light blue. Dit is voor mij echt de zomergeur. En iedere zomer moet ik weer zo'n nieuwe tube hebben. En nu heb ik hem weer. En ik ruik er de hele tijd aan. En ik heb nog niet even de douche gezet. Dus dat komt helemaal goed. Het was weer een hele uitgebreide vlog. Ik heb weer heel veel laten zien. Ik hoop dat jullie het wel weer leuk vonden. En snel laat ik natuurlijk weer wat van me horen. En verder. Ik kijk ook vooral verder naar andere filmpjes. En bezoek Lush's Beauty als je meer wilt weten. En vragen stellen kun je bij de comments hier beneden. Dankjewel. Groetjes. Doei.